Hallo lieve mensen en welkom in mijn tuin. Ja, water brengt leven met zich mee. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. En daarom laat ik jullie zien hoe wij onze natuurlijke vijver hebben aangepakt. Ja, super interessant. Hier gaan we. Ik wist al heel snel, toen we hier pas kwamen wonen, wat ik van een vijver verwachtte. Want dat is voor iedereen anders. Hier wil ik geen vissen. En dat klinkt in de hoofden van heel veel mensen vreemd, want een vijver is normaal voor vissen. Maar ik vond dat dat een thuiskomen zou moeten zijn voor, ja, voor beestjes, voor kikkers, padden, salamanders, ook een drinkgelegenheid voor de egels in onze tuin. We hebben hier bijvoorbeeld een koppel egels zitten die op dit moment waarschijnlijk jongen hebben. Dus dat is fantastisch om te zien wat dat water kan doen, los van die vissen. Dus hier geen vissen, maar echt een plek voor het leven in de tuin. Of er een vijver zou komen, dat stond nooit echt ter discussie. We wisten heel duidelijk wat we wilden. Maar de ideale plaats vinden, dat was een ander verhaal. Want we hebben hier een zuid-georiënteerde tuin. En dus, ja, waar leg je die vijver dan aan? Het is hier bakken en braden in de zomer. En dan is het toch wel even zoeken naar de ideale locatie. Want een vijver ligt in een ideale wereld niet de hele dag in de zon. Dan heb je heel veel algengroei en dat moet je ook niet echt willen. Dus een paar uur schaduw of zonlicht per dag, de tussenplaats zo, tussen zon en de half schaduw, zeg maar, is toch wel belangrijk. En daarom dacht ik, misschien is het wel een leuk idee om dat achter in de tuin te doen. Hier achter mij dus. En dat is heel mooi gelukt. Dat is zeer tof zelfs. Idealiter heb je geen grote boom boven de vijver groeien, want die laat zijn bladeren los in het najaar. Maar ik moet zeggen, ik heb daar nog geen minuut spijt van. Het is heel idyllisch, ziet er heel mooi uit. Het is een Japanse kerselaar die met dubbele witte bloemen bloeit in het voorjaar. Prachtig, echt fantastisch. En het is gewoon met een schepnet wat vaker bladeren uit het water vissen. Ik heb het ervoor over, want het ziet er leuker uit. En het is gewoon de ideale plaats voor onze vijver hier. Omdat het een vijver moest worden voor de diertjes, wilde ik dat er gelegenheid was voor die dieren om makkelijk te komen drinken, om te badderen. Hè, want de vogels die komen dat heel vaak doen. Dat is fantastisch om te zien, dus alleen al daarvoor echt een aanrader om het zo aan te pakken. Maar vooral die drinkgelegenheid, hè. Egels komen drinken. En ik wilde niet dat, ja, dat ze konden verdrinken of dat het moeilijk was om tot bij de vijver te geraken. Dus we hebben hem een soort van aangepakt. Ik denk niet dat het echt super doordacht was, wel met het idee natuurlijk. Maar ik ben heel blij hoe het uitgedraaid is. Want het diepe gedeelte van de vijver is 1,20 meter. Dan ga je naar een soort van plateau op 90 centimeter en dan gaat de vijver in een soort van hellend vlak naar het ondiepe gedeelte. Dan ga je van 50, 40, 30, 20, 10 centimeter en zo verder. Dus de vogels kunnen echt bijna in het water staan, de egels ook, en zo drinken. En dat is de beste keuze die we konden maken. In de vijver zit geen zuurstofpomp of een pomp in het algemeen om het water te zuiveren. Dat wilde ik niet. Het moest zichzelf een beetje kunnen ondersteunen en dat lukt fantastisch. We hebben heel veel zuurstofplanten natuurlijk en dat maakt echt een verschil. Heel veel beplanting in en rond de vijver. En ja, het water heeft nooit echt last van algen. Dat is één grote zaak. En waar ik eerst heel veel schrik voor had, die muggen dus, dat is ook nog niet echt gebleken, want we hebben heel veel kikkers in de vijver. En ik denk dat die graag eten of zo. We hebben ook heel veel vleermuizen die overvliegen. Dus het lijkt mij wel echt dat de natuur
zeker moeder natuur, haar zaakjes echt goed op orde heeft en er een soort van balans is. En voor de duidelijkheid, met een natuurlijke vijver bedoel ik vooral de manier waarop hem aangepakt hebben. Hij is wel aangelegd en er is gebruik gemaakt van een rubberfolie. Zo, dat was hem alweer, de video van deze week. En laat het echt een warme oproep zijn om ook een vijver aan te leggen in je tuin. Hoe groot of klein die ook mag zijn, het is echt een plek voor beestjes. Je lokt er beestjes mee. Niet zozeer die vissen, waar we altijd op gefocust zijn en die ook best leuk kunnen zijn, maar vooral die kikkers, padden, salamanders, vogels, egels, die er allemaal baat bij hebben. Het is echt de manier om als die beestjes als natuurlijke vijanden in te zetten. Kikkers eten heel vaak slakken en we mogen niet vergeten dat dat echt onze kompanen zijn. Dus met water in de tuin te brengen, ga je ook die beestjes lokken. En dat is superbelangrijk. En heb je nu geen grote tuin of geen plaats voor een vijver, dan is een waterpartijtje ook echt heel interessant. Dus ik hoop dat ik je hierbij geïnspireerd heb. En wil je ondertussen meer informatie over onze zaden, onze boeken, onze bloembollen en tuintools? Ga zo maar door. Ga zeker eens naar angelo.be. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Bye.